Super leuk dat jullie kijken een nieuw videootje van Familie Lakap. Vandaag is het eindelijk zover. Semma komt weer naar huis toe en ik heb ontzettend eruit gekeken om hem weer te zien. Op dit moment zit Semma in het vliegtuig en ik ga hem straks ophalen. Het leuke is dat Demran en Eli op dit moment op school zijn en niet weten dat hij vandaag komt. Want we hadden hun een beetje voorgehouden dat hij morgen pas zou thuiskomen. Dus dat wordt straks een enorme verrassing, ook natuurlijk voor hun. En daar gaan we natuurlijk voor zorgen dat hij het leuk vindt om thuis te komen. Want ik heb wat slingers gehaald. Dat was het enige wat ik kon vinden met een beetje welkom thuis. Dus ik ga weer eventjes wat slingers ophangen hier. Alleen gaat dat een beetje lastig met Mias. Want ja, zodra ik hem neerzet, is het huilen geblazen. Ik vertelde je dan in de vorige video dat Mias best wel hangerig is door zijn prikjes. En ja, dat is hij dus nog steeds. Deze dagen is hij ontzettend plakkerig. Maar ik wil toch even wat slingers ophangen. Jongens, het hangt hoor. Een hele spektakel, de versiering. Ik heb deze hier opgehangen. Er staat, yay, je bent er. Welkom thuis. En ik heb een spandoek daar opgehangen. Welkom thuis. Het ziet er eigenlijk echt helemaal niet netjes uit. Maar goed, mijn goede thuiskop kan natuurlijk ook geen goed eten opbreken. Ik heb hier lekker gehaktmengsel. Daarmee ga ik zo lekker deze bladerdeeg vullen. En hierachter ben ik bezig met een soepje. Als papa straks niet blij is, weet ik het ook niet meer hoor. Ja. En we gaan weer mama hangen. Ja. Nou, ik heb het eerste deel gelukkig afgekregen. Zo is het eindresultaat geworden. De bladerdeeghapjes. Ik heb in de oven ook nog lekker een deel staan. Dus genoeg broodjes straks voor Serran. En dit is het eindresultaat van het lekkere soepje. Ik ben aangekomen op Schiphol. Ik dacht, ik ga even iets heel grappigs doen. Ik heb namelijk een ballon gehaald voor Serran. Dit is hem. Ik dacht, ja, hoe geweldig is het dat hij dan straks met die ballon moet lopen. Ik denk dat hij helemaal stuk gaat. En ik was even vergeten dat ik er zelf ook mee moet lopen. Oh, het is een beetje donker, maar kijk even hoe schattig. En hij stoot dus de hele tijd tegen mijn hoofd aan. Hoe irritant. Oh, oh, oh. Gelukkig slaapt Mias nog. En ik, ja. Zoals jullie kunnen zien, hij vliegt dus de hele tijd zo voor me. Maar goed. Oké, het is bijna 1:30. Serran was al om 12 uur geland, maar volgens mij waren er wat problemen. Waardoor ze het vliegtuig dus nog niet uit konden. Dus hij heeft bijna 1.5 uur het vliegtuig gewacht. En ik bijna 1.5 uur hier op dit bankje. Mijn koffie is inmiddels op, ik moet super nodig plassen. Gelukkig slaapt Mias nog wel. Goed, Serran belde dus net. Hij is er bijna, dus ik ga eventjes die kant op lopen. En dan is het eindelijk zover. Oké, daar is die. Hi! Oh my god! Hoe is het? Goed met jou? Ja, goed. Lekker op bowling. Huh? Met nekkussentje en al. Oh, oh. Ja? Dit was geen Night in the Pure. Kijk dit. Als we onze hoofd zullen aanzien. 10:50 en eindelijk. En jij mag hier lekker meelopen. Ik mag niet te zware dingen tillen. Hey, maar wacht even. Kijk wie er wakker is. Geen zware dingen tillen. Kijk wie er wakker is. Wacht. Okay. Gaan we het aan? Oké. Okay. Eerste contactmoment. Ja, ja, ja. Kijk. Mimi. Hey. Hallo. Oh, ik mag niet te veel naar beneden kijken. Oh ja. Ik mag niet naar beneden kijken, want er gaat allemaal dingen. Oh. Kijk, nee, hij reageert niet echt. Hij is net wakker. Ja, dat maar toch. Als ik wakker zou worden en ik zie dit, ja, dan is misschien... Nou, hij vindt het allemaal prima, alsof er niks aan de hand is. We gaan op naar huis. Toen stonden we opeens bij ons in de sportschool. Zoals ik jullie al eerder vertelde, de kinderen wisten dus niet dat Serran vandaag zou komen. Ze weten nog steeds niet dat hij hier is. Ze zijn inmiddels thuis van school. Ze zijn opgehaald door mijn broertje. Ik ga de kinderen eventjes naar de sportschool lokken. Jij blijft hier. En dan ben ik zo benieuwd. Ja, ik denk dat Eli echt gaat lachen of zo. Of voelen. Oké. Blijf hier. Demran en Eli, ja? Ik heb iets gekocht. Iets heel leuks. Wat? In de sportschool. Kom. Een hele leuke verrassing. Ja. Wacht. Wat hopen jullie dat het is? Wat zouden jullie echt leuk vinden? Een gamekamer? Wacht, laat mij even eerst. Mogen jullie even jullie ogen dicht doen? Tot 3 tellen en dan mogen jullie de deur open doen. Nee, oh lief.
verrassing. Ja, dat was een verrassing. Leuk, hè? Wat zijn verhalen? Oh. Ja. Dat geeft niet, dat zijn voor nieuwe... Ja, kijk, kom maar kijken. Oh, ja, lief, hè? Oh, schat, hij had jou heel erg gemist. Oh. Besef het verschil. Die lijkt papa is er. Hij is nog meer blijer met de chocolaatjes. Ziet hij? Oh, dit kind is toch gewoon niet normaal. Echt serieus. Ina, je blijft me verbazen. Oh, 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 oh. Hey, even rusten. We gaan zo vieren. Heb je papa niet gemist? Heb jij... Heb jij papa niet... Kijk, hoe kijk ik naar mijn haren, hè? Je mag niet te veel drukken, want je hebt gelijk een hoofdpijn, hè? Wil je één keer naar mijn haar kijken? Kom. Kijk. Beetje spannend, hè? Ja. Maar in ieder geval, papa is weer thuis. Yay! Ik stink! Dat is schokken. Ik wou net zeggen, kijk hoe schattig. Ah. Hey, Debra, je moet mij deze dag heel goed helpen, ja? Jullie mogen zo meteen een verband eraf halen, weet je dat? Ja, dat wordt dus nog een dingetje, want ik kreeg dus net horen van Sam dat ik straks zijn verband eraf moet halen. Ja. Ik ben geen held op sokken wat betreft bloed en pus. Dus dat gaat nog wel eventjes wat worden zo. Helemaal stuk, hè. Ik heb dus die bladerdeeghapjes gemaakt. Ik wil Mias één hapje geven. Het eerste wat hij doet is gewoon dat broodje uit handen halen. Dit is echt Serran 2. Echt, wanneer ik zei, wanneer het eten is het goed. Mag mama? Mama? Kom maar. Kom maar terug. Dankjewel. Nou, schat die toch. Kijk dit, echt lekker rustig. Lekker hoor. Je verband is wel af. Wat dan vanaf? Ja, het is wel rap. Maar kijk hier, sommige stukjes zitten een beetje los. Het is er al af. Derek, ik vind het heel stoer dat je even durft te kijken. Het is fris. Het is fris, het is. Ja, is klaar. Heb je dat? Daar is niks, dat is gewoon je eigen haar, schat. Zo. Alleen je onder nog. Oké, een klein stukje. Niet mijn hand breken. Ja? Laatste stukje akak mee. Ja, dat is okay. Kijk even mijn haaien, Debbie. Kijk. Wacht, kan het al. Laat het zien hoe het eruit. Nee, ik doe het best. Nee, ik moet dat toch echt zeggen. Kan het al, laat zien. Oh, je hebt een stukje op de grond. Ja, maar toch niet. Er zijn mensen met zwakke maag ook, net zoals ik. Dus. Hey, als je niet in dit kan, moest je dat niet kijken. Ook. Ja, ik. Maar is het helemaal weg, kan achter? Al je haren zijn ook weg. Alles is nu van afstandje. Nou, het valt wel. Oh, het ziet er goed uit. Ja? Oh ja. Nee, echt oprecht. Net zoals boven gewoon. Dit vind ik erg om naar te kijken. Zelf of zo. Het is fris. Ja, nou, er is inmiddels weer wat rust in huis. Sam heeft lekker gedoucht. Dat had hij wel even nodig. Een lekker opfrisbeurtje. En inmiddels is het gezin hier herenigd. Ik heb mijn vierde kindje weer lekker thuis. Het grootste kind. Sam is zo moe. Hij zit echt in zo'n soort... Na slaperige, zweverige space. Ja. Ik heb een paar dagen ook niet geslapen. Nee, dan ligt hij daar zo. Maar wat wel echt super lief is. Inderdaad, eindelijk. Hij heeft het gezegd hoor. Hij heeft papa gemist. En hij is lekker bij papa nu ook aan het zitten. We zijn weer compleet. Oké, het is alweer 2 dagen later. Ik ga jullie zo laten zien hoe Sam er op dit moment uitziet. De afgelopen dagen heeft hij voornamelijk gerust, geslapen. Want hij mag nog niet zoveel. Maar nou moeten wij hem eigenlijk zo eventjes gaan insmeren met een bepaalde soort crème. Dat gaan de kinderen even doen. Ben je klaar voor Sam? Ik heb al lange haren. Zo, het is echt bizar. Het verschil, jongens. Echt. Dit is... Het resultaat na 2 dagen. Nee, nog helemaal niet. En zoals je ziet, het is nog wel een beetje rood hier en daar. Hiervoor ook al. Maar dat moet gewoon nog even gaan helen. Die gaat, ik heb tegen de kids gezegd slagroom. Want ik vroeg eerst foamhouders niet. Wil slagroom op de papa zo spuiten? Oké, pak mijn stoel daarachter. Kom. En wat Selnes nu gaat doen, dat moet hij dus elke dag doen. Dit nu? Is zeg maar carry pack. Mensen moeten op mijn haar spelen. Moet en dan moet dat even intrekken. Harde. Harde. Is toch iets anders dan slagroom? Ja, oké, kijk. Oh. Zo is het. Ja. Ga maar rustig op. Maar we gaan wel echt heel rustig doen. Ik doe hem niet. Iedereen doe maar opnieuw proberen dan.
Hier opdrukken, hierboven. Oké, okay. Dat was de hulp van de kinderen. Ja, jouw durf daar het nog aan? Nee, niet op mijn hoofd drukken, gewoon hier vanuit hierboven. Ja. Zo? Juist. Smeer lekker dat lekkere kopje in. Doe maar. Hoppa. Veel meer? Ja, en dan ook een beetje voor. Oké, zo ziet Sanne er over 10 jaar uit. Wit haar. Wit haar. Opa, papa. Opa, papa, dat klinkt raar. Opa, la kop. Heb haar gevoeld? Echt? Jij hebt nog niet gevoeld. Voel je ze heel zachtjes met je vingertop in mijn haar. Okay, heel zachtjes. Ik wist het. Het is gewoon zo. Ja, als je misschien van dichtbij ziet, zie je wel een beetje. Hij focust niet. Het is heel ruw, hè? Maar echt zo stekelig, zeg maar. Gewoon kleine stekels. Je lijkt net zo een egel. Ja, inderdaad. Ik ben een egeltje. Helemaal stuk op deze kleine. Eli zei van, ik heb trek, papa. Dus ik heb even een bordje eten gepakt van. Wat zegt Mia zo opeens? Hap, hap. Heeft hij zijn stoel helemaal hierheen gebracht. Mimi, wat wil jij? Mimi, hap, hap. Hap. Hier, neem je stoel maar mee. Hier, kom maar. Neem hem mee. En dan gaat hij hoor, bully. Tuurlijk, waarom een vork als je je handen hebt? Ja, lekker.